Hallo iedereen, welkom bij een korte vlog. Ik loop een beetje raar van de trap. Ik heb last van mijn knie, morgen weer naar de dokter. Vermoedelijk is mijn knieschijf in en uit de kom gesprongen en zit er nu iets verkeerd. Ik weet het niet, ik blijf echt pijn hebben. Ik dacht dat ik iets zag. Mijn schatjes! Zoveel motter! De kippen mogen normaal ook op dit stuk lopen. Dus deze hele wei mogen zij ook gebruiken. Maar Christian moet vanavond alleen de beestjes binnenzetten. Omdat ik dus naar de dierenarts moet gaan. En daarom laat ik ze hier zitten. Het is voor Christian al moeilijk genoeg voor met Nienieke de beestjes hier komen binnen te zetten. Dus ik ga het niet nog moeilijker maken. Ik ga even checken dat iedereen oké is. En daarna moet ik eigenlijk op zoek naar twee hokken, twee grote hokken, waarin ik in de ene een gans kan doen en in de andere twee konijnen. Ik ga eens kijken. Guido volgt altijd en overal. Hé hey, jongen, maar ik heb niks bij om te eten, schat. Nee. Altijd. Ik moet naar de dierenarts met twee konijnen. Even kijken als... Dit is Lea. Lea moet naar de dierenarts. En dan hebben we Wannes, maar die zit in zijn hokje. Hé, hey, jongen! Hé, hey, vriend! Die moet ik dus straks meenemen naar de dierenarts. En een van mijn ganzen. De achterste gans, dat is Babs. Ja, ik kan ze allemaal uit elkaar houden. Die daar van voren is Jackie. Dan heb je Nova en dan Babs. En dat is Louise, maar ja, dat zie je wel duidelijk. Het is Babs hier, die naar de dierenarts moet. Het is me opgevallen dat haar oog aan de binnenkant rood is. Ik weet niet als ik het duidelijk kan laten zien zo. Ik weet niet. Het wit van haar ogen is een beetje rood. En gisteren was zij afzijdig van de andere. Dus ja, ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee wat er aan de hand kan zijn. Ik dacht eerst misschien een infectie van de ogen of zo, maar ze snottert ook niet. Dus een verkoudheid lijkt me een beetje sterk. We gaan het zien. Ik ga er mij niet te veel zorgen over maken. We zien het wel straks. Ik moet super dringend hier eens alles opruimen. Ik zeg dat altijd en iedere keer meen ik het ook en toch iedere keer komt het er niet van. Er is heel veel wat ik wil veranderen hier bij ons. Zelfs een beetje het doel van wat we hier doen zou ik graag een beetje willen veranderen, aanpassen. Bekijken wat dat ik kan en wat dat ik wil. Voorlopig waren we altijd een beetje een hobby. Iemand die dieren houden als hobby en waarin dat ik mensen eigenlijk... leerde en inspireerde om ook dieren op een respectvolle manier te houden. Maar dat is, ja, het is nog altijd wat ik wil, maar er is... Ik zoek meer of zo. Ik wil meer doen voor dieren. Ik wil een... Voor mij is het nu, omdat ik weet niet of jullie allemaal het verhaal hebben meegekregen. We hebben dus een roofdieraanval gehad, waardoor dat echt heel veel van mijn kippen er niet meer zijn. Ik heb ook geen motivatie meer om opnieuw een grote groep kippen te beginnen, omdat het gevaar blijft natuurlijk dreigen. Dus naar de toekomst toe wil ik nog iets doen met dieren, maar ik wil niet meer zo'n tafereel meemaken als dat ik de voorbije tijd heb gezien met dode dieren. Dus ik wil iets anders. Ik wil iets doen. Echt iets nuttigs. Dat kan zeggen, ik help dieren. Ik weet alleen nog niet welke dieren en in welke context of welke grootte van ding dat ik dat wil doen. Ik kom niet goed uit mijn woorden, omdat ik ben er zelf nog heel veel mee bezig met erover na te denken. Er komt sowieso iets. Het zal me niet loslaten, nooit niet, om mij te willen inzetten, maar ik weet gewoon nog niet op welke manier. Het kan ook zijn dat dit nog een jarenplan is of zo, dat ik mij hier iets ga neerzetten, organiseren. Ik zou misschien dan ook iets officieels willen, een opvang of iets dat hier dieren naartoe komen die zorg nodig hebben wanneer ze genezen zijn, dat ze daarna teruggaan naar... andere thuisjes, ik weet het nog niet. Het zit allemaal nog in mijn hoofd en er is nog heel veel om over na te denken. Kijk eens wie we hier aantreffen. Maurice!
slecht gaat. Oh, lievertje toch. Lekker slapen. Vandaag is echt zo'n dag dat ik denk, wat? Ik kan er heel moeilijk tegen, zo van die hele drukke dagen dat ik van het ene naar het andere moet. Ik ben dus nu eten te maken, of ja, maken, voorbereiden snel. Ik had eigenlijk aan Christian gevraagd om eten te maken als ik naar de dierenarts was, maar hij heeft gezegd dat dat wat te moeilijk gaat zijn, want natuurlijk heeft dan Ninietje ook nog bij zich en de beestjes moeten binnen. Het is allemaal niet gemakkelijk. Maar ja, ik zeg altijd tegen hem, ik moet dat ook doen als ik alleen ben. Maar ik begrijp wel dat dat voor hem niet evident is. Ik ben al lang blij dat hij mij toch regelmatig helpt met de beestjes. Ik kan echt niet klagen. Dus dan maak ik nu maar snel het eten en dan warmt hij het snel op. En dan als ik terug ben van de dierenarts, zal ik wel eten dan. Soms, ik vergelijk me altijd heel graag met... Ja, met de mensen die ik zie op sociale media die nog veel meer doen dan ik. En ook veel meer op sociale media actief zijn. En vaak dan ben ik jaloers of dan denk ik, ja, hoe in hemelsnaam krijgen zij zoiets gedaan. Maar ik vergeet soms dat die mensen vaak geen kinderen hebben, geen gezin hebben of een huishouden. En ja, het is niet hetgene waar ik mij op focus, maar je merkt gewoon wat is er gebeurd. Zoals nu. Je merkt gewoon dat ik soms vergeet dat ik dat er ook nog allemaal bij heb. Wat is er gebeurd? Laat me kijken. Heb je je ouwe gedaan? Kijk eens. Is dat de camera? Doe het zo, zwaaien. Goed zo. Ga je banaan opeten? Ham. Ham. Nini ook. Goed zo. Oei, nu heb je twee bananen. Dag schattegaard. Dag lieverd. Ja. Kom maar eens hier. Wie is mijn eerste patiënt? Kom maar. Hè? Wat is jij eerst? Wacht, dit is ook van de grond. Kom maar. Kom maar. Oh ja, deze is alleen voor jullie. Ja, het zit erin. Het is al weg. Ah, voilà. Ik ben eindelijk thuis. Mijn god, wat is het weer een dag geweest. Conclusie. De gans weten we eigenlijk nog niet goed wat die heeft. Er was iets hard te voelen in de buik. Maar het was niet zeg maar dat we zo'n uitsluitsel konden geven. We konden een foto maken van de buik. Dan was we misschien al iets verder geweest naar welke richting dat we moesten denken. Maar een oplossing bleef dan eigenlijk redelijk uit. Want zo'n gans echt opereren in de buik, ja, zeker als het meer een gezwel is, is eigenlijk de kans niet heel om dat tot een goed eind te brengen. Dus nu hebben we besloten dat we het een blinde behandeling gaan doen, zoals ze dat noemen. Ontstekingsremmer en antibiotica en kijken hoe dat die daarop reageert. Hondjes op de achtergrond hebben redelijk ruzie. De konijnen hebben allebei een luchtweginfectie, dat had ik wel gedacht. Maar het was trouwens nog niet ernstig, we waren er op tijd bij. Dus met een korte antibiotica kuur zijn zij er weer bovenop. Leia had een redelijk vuil poep en ik was bang dat ze misschien diarree had of iets wat een platte stoelgang veroorzaakte. We hebben niet echt een reden gevonden waarom dat haar poep zo vuil is. We hebben het wel heel mooi schoon kunnen maken. Allee, wij, Steven, heeft het heel mooi proper gemaakt. En eigenlijk het advies gekregen om proberen meer vezels in het dieet te steken van Leia. Dus dat gaan we proberen door middel van vezelrijke groenten en zo verder. Dat was het eigenlijk. Het viel beter mee dan ik had gedacht. De gans is een beetje... Ze is niet doodziek, maar ze is niet haarzelf. Dus ik hoop dat dat aanslaat wat we nu gaan doen. En ja, de konijntjes, dat zou redelijk makkelijk op te lossen zijn. Ik ben blij dat deze dag eindelijk stil en om is. Ik had hem heel anders voorgesteld.
Ik ga nu eindelijk eten. En dan ga ik dadelijk, ik denk, nog een beetje aan mijn moestuinplan werken. En voor de rest het rustig aan doen. Dankjewel voor het kijken naar deze korte vlog. En ik zie jullie een volgende keer. Dag!